zijn paardje en lekker op en neer. Hoe ga je de rimpels al heen en weer? Ik ga je wat vertellen, dames. Dit brengt me, Prins, dit brengt me op het idee, de Sint-Nicolaas is vroeg dit jaar, dat heb je al gemerkt. Maar hebben jullie ook gehoord waarom Sinterklaas die komt niet in de moskee? Weet je waarom niet? Er staan te veel schoenen. Goh, en ik had net willen vragen, heb je nog moppen vanavond? Ja. En ik had ze nog niet gehoord. Was net te laat. Maar alleen, we hebben elkaar vanmorgen al gezien. Ja. We hebben ook al een babbeltje met elkaar gemaakt, maar we wilden toch Beurt niet voorbij laten gaan om jou een beetje in het zonnetje te zetten met wat je de afgelopen jaren allemaal bereikt hebt. We zullen het kort houden, want je moet nog weg. Normaal gesproken vragen wij je of je op je knieën wil gaan zitten, maar dat gaat helaas vanavond niet. En waarom je in het zonnetje zetten, wordt ons voorgedragen door onze vorst secretaris. Wat dan? Boer Groezes. Wij claimen Jotte Negende. Prins van het Walmrijk te Dwallendram. Promogo in de orde van de Kapucijnen en de Grauwe Erd. Ridder van de Charlesse Velden. Markies van Penwijk en Zuidrecht. Beschermheer van allerlei leutige verenigingen. Grootmeester in de orde van de Joekel. Graaf en kwast van alles wat zot is. En... Enzovoort. Aan al onze doldwaanse volgelingen en onderdanen. Een driewerf, daverend. Allah. 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 Gezien het feit dat hij reeds 50 jaar in het vak zit. Glet op, er nimmer te vergeefs een beroep op hem gedaan wordt voor sociale doelen zoals de New York Steppers. Overwegende, het advies naar een goed volgend guidenberaad van mijn wijzerraad van 11. Besluit op grond van deze maatstaven. Litouwers te verheffen tot ridder in de orde van de Kapucijnen en de Grauwe Erd. Allah. Allah. Normaal op de knieën, dat is wat makkelijk. Ik ga het nu heel voorzichtig doen. Ik ben bijzonder blij, Leen, dat ik dit mag doen. Vanmorgen mocht ik jou namens de Steppers op 11 november 2011 om 11 minuten over 11. Zoiets kun je, dat kan je nou kop kosten, weet je. Nee hoor, echt niet. Ik doe het al 16 jaar, Joop heeft het ook ondervonden. Het is altijd goed gegaan. Ik mocht het boek overhandigen aan jou en nu mag ik mijn ridderschap omhangen bij jou. En ik ben bijzonder trots, want deze kan je. Die zich inzet voor muziek, is een man met de hart op de goede plaats. Geef hem drie werf, donderend Alaaf! En met deze slagen verhef ik jou tot ridder in de orde van de Kapucijnen en de Grauwe Erd. En daar hoort... Oké. Deze mag jou... En ik wens jou nog heel veel gezonde muzikale jaren. Dankjewel. Nou, ik vind dat ik er dan nog eentje moet doen. Mag dat, Joop? Okay. En als ik nou zeg, jongens, de band, of course, dat spelen jullie ook, of course.